We moeten niet gek opkijken als Valtteri Bottas komend seizoen terugkeert bij Mercedes. Het Zwitserse Blik meldt namelijk dat de Finse Sauber-coureur niet ver verwijderd is van een rentree bij de zilverpijlen, maar dan als reservecoureur. Tof dat je kijkt naar een gloednieuwe GP Fans nieuwsvideo. Vergeet je niet te abonneren om op de hoogte te blijven van het allerlaatste nieuws. En laat ook even een like achter mocht je deze video leuk vinden. Hoewel het einde van het seizoen langzaam maar zeker dichterbij komt, heeft Sauber nog geen bevestiging gegeven over wie er komend jaar naast Nico Hülkenberg zit. Dat zouden in theorie nog Zhou Guanyu en Valtteri Bottas kunnen zijn, maar Mick Schumacher, Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto staan, naar verluid, ook op dat lijstje. Voor Bottas lijkt er dus een ander avontuur in te zitten. Zo meldt het Zwitserse medium dat Bottas zeer dicht bij een terugkeer bij Mercedes zou zijn, maar dan in de rol van reservecoureur. En hoewel er veel discussie is over de uitgedeelde straf aan Lando Norris voor het inhalen van Max Verstappen buiten de baan, stelt Christian Horner dat het niet zo'n grijs geval is. De teambaas is in gesprek met motorsport.com vrij helder en benadrukt dat de coureurs donders goed weten wat de regels zijn. Het titanengevecht in Austin kreeg een anticlimax door de uitgedeelde tijdstraf van 5 seconden aan Lando Norris. De McLaren-coureur was rondelang aan het proberen om Max Verstappen voor plek 3 er voorbij te gaan, maar deed dit uiteindelijk aan het einde van bocht 12, maar wel buiten de witte lijnen. Norris gaf die plek niet terug en daarom werden er 5 seconden bij zijn eindtijd opgeteld. McLaren was van mening dat Norris reglementair Verstappen voorbij was gegaan, want ook de Nederlander bleef niet binnen de witte lijntjes. Toch was dat volgens Christian Horner glashelder. De inhaalpoging werd buiten de baan gemaakt, we hebben dat ook meegemaakt, hier zelfs, denk ik tegen Kimi in 2018. Dus voor ons was het glashelder dat de manoeuvre buiten de baan was gemaakt, dus hij had de plek terug moeten geven. Hij koos ervoor dat niet te doen, dus er was een straf. Dus voor ons was het een zwart-wit scenario. De snelheid zat er bij Norris in zijn MCL 38 wel in en dus wijst Horner naar een veel slimmere optie dat McLaren had moeten kiezen. Het leek erop dat hij de plek bij bocht 1 wilde teruggeven, maar daar was wat verwarring. Als hij de plek meteen had teruggegeven, had hij waarschijnlijk genoeg snelheid gehad om de inhaalmanoeuvre uit te voeren. Op de vraag of het misschien een te overhaaste beslissing van de wedstrijdleiding was, is Horner ook duidelijk. Ik denk dat dit een slam dunk was en het probleem is, nogmaals, dat we dan weer de argumenten krijgen dat we de juiste mensen op het podium willen hebben. Dit soort dingen gebeuren zo vaak dat ik denk dat de stewards er eigenlijk vrij snel en fatsoenlijk mee omgingen, aldus Christian Horner. En nadat er onlangs een megatribune naast Eau Rouge op Spa-Francorchamps is gebouwd, onthult het circuit dat de verbouwing nog lang niet klaar is. Alle faciliteiten gaan op de schop en er komt zelfs een professionele simruimte. Motorsport.com meldt dat het eerste dat op de planning staat een nieuwe perszaal is. De huidige zaal wordt te weinig gebruikt en zal opnieuw worden ingericht als terras. Daarnaast moet er een panoramisch uitzicht komen op het parcours en de paddock. Ook worden er enkele toegangspoorten voor de fans aangepast en zal er een nieuwe eyecatcher komen. Er komt namelijk een loopbrug over de route van Yu en dit zal de ingang van het circuit worden. Het is de bedoeling dat de verbouwing in april 2025 klaar is, zodat het Formule 1 circus komend jaar van de nieuwe faciliteiten kan genieten. Tot zover de GP Fans nieuwsvideo van de dinsdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.